alsof ook de leerlingen teerden op restjes. Op de Jes Natalis van de Radboud Universiteit Nijmegen ontvangt schrijver Jeroen Brouwers dit jaar een eredoctoraat. Om het werk van de auteur en het behalen van deze prijs nog eens extra onder de aandacht te brengen, organiseert de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit de Jeroen Brouwers Estafette. Maandag werd Het Hout, de meest recente roman van Brouwers, voorgelezen door liefhebbers, studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit. Verder spraken er ook nog wat mensen van buiten de unie, ieder een kwartier. De estafette begon en sloot af met Jeroen Brouwers zelf, die op videobeeld de openings- en slotalinea's van zijn roman voordraagt.